hele goede morgen. Vandaag ga ik weer een ontbijtproduct proberen. En om het spannend te houden, waarschijnlijk heeft u de naam al gezien, maar toch houd ik het spannend. We kennen Nestlé allemaal van de chocoladerepen, van de koffie, babyvoeding en ontbijtgranen. Ontbijtgranen? Ja, echt ontbijtgranen. Ze hebben hun eigen ontbijtgranen. Onder andere met het konijn erop, weet u wel, van de, even de melk vergeten. Dat konijn. Nou, ze hebben tegenwoordig, hoewel tegenwoordig, misschien al lang, alleen weten wij het niet, ook een ontbijtgraan met een leeuw erop. Oftewel, lion. Ja, precies, van die ontbijtgranen. Geïnspireerd op de chocoladereep. Lion, Nestlé. Ziet u wel, precies zoals de reep. Maar dan ja, met een graan erbij. En van die lionballetjes, denk ik. Leeuwenballen. Leeuwenkeutels, bijna. Misschien zijn ze net zo groot. Ook weer met karamel en chocolade. Gecombineerd met een graan. Welke graan, weet ik niet. Waar haalde ik dit nou vandaan? Nou, uit een Pools winkeltje. Heel grappig. Ik ben het ook nergens tegengekomen. In een Pools winkeltje. Op de achterkant. Daar zien we nog meer informatie. Je kan ook naar Facebook. www.facebook.com/lionpl of Lion Romania. Dat is typisch voor de Oost-Europese markt bedoeld. En zoals u ziet, de zak is half open. Een van mijn familielid heeft het al uitgeprobeerd. Ik ben er expres niet mee begonnen. Ik wist trouwens ook niet dat de zak open was. En ik heb ze er ook niet over gehoord. En over familie gesproken, ik zie hier alleen maar blije families. Dus het zal wel goed zitten. Toch? Karamel en chocolade. Nou, dat kan eigenlijk niet misgaan in feite. Laat ik het maar uitproberen en in het kommetje storten. Ik zal ze toch eventjes op attenderen om de zak toch een beetje mooier open te maken. Nou, dan haalt hij maar even zo. Het is een beetje onhandig. Nou, zo ziet het er dus uit. Toch anders dan ik had gedacht. Echt ontbijtgranen met een kleurtje. En een smaakje dan. Hopelijk. Toch. Melkje erbij. Nou, dan ben ik erg benieuwd. Heet smakelijk. Erg interessant, echt waar. De chocoladesmaak die proef je goed. Karamel wat minder, eerlijk gezegd. Is het een product te vergelijken met een Kellogg's bijvoorbeeld? Nee, zeker niet. Dit zijn echt twee werelden. Wel is het zo dat Nestlé op het algemeen wat zoeter is. Niet zo van, goh. Wauw, dat eet ik maar één keer. Nee, zeker niet. Het is zeker een product waarvan je zegt van, nou, ik koop het. En ik koop het meerdere keren. Helaas is het lastig te krijgen.
zou ik het een cijfer moeten geven, dan zou ik rond de 7 zitten. 7,5. Over het algemeen is het een lekkere graansoort. Wat knapperiger dan we gewend zijn. Dat vind ik op zich heel plezierig. Maar ben je het niet gewend of ben je, ja, heb je een kunstgebit bijvoorbeeld, dan zou het wat lastiger zijn. Over het algemeen, dan laat je het gewoon wat langer in de melk zitten. Dan wordt het vanzelf al wat zachter. En ik zie ook dat de melk ook wat bruiner wordt nu. Ja, en nu proef je de karamel ook ietsje meer. Niet geweldig, maar het is goed te doen. En het is een leuke start om de dag mee te beginnen. Lion. Nestlé Lion, ontbijtgranen dus. Dit was Kruid en Jelles. Ik dank hem voor het kijken en nog een hele fijne dag. Dag.